voorwerpen. Bijeengebracht door een Nederlandse particuliere verzamelaar, Pieter Nicolaas Mente. De kijkdagen van de veiling worden gehouden van donderdag 17 juni tot en met zondag 20 juni. Goedenavond, dames. Op tal van plaatsen is de Arabische bevolking in opstand gekomen tegen de voorgenomen onteigening van grond in de streek van Ja, Ikea. Met Boas. Ik zou graag de heer Knoop spreken. Boas, het is dringend. Don't go to bed with no price on your head. No, no, no. Don't do the crime if you can't do the time. Om 12 uur heb je afspraak met de judoka. En vanmiddag moet je niet vergeten die Amerikanen te bellen. Yes, dank je. En mevrouw Boas heeft gebeld. Het is dringend. Ongetwijfeld. Of je meteen wilde terugbellen. Met een verwaarloze risico dat de wereld intussen vergaat, wacht ik daarvoor mee tot na de redactievergadering. Morgen, Hans. Morgen. Staan we ervoor? Joes. Oké, wat hebben we? Week 24 zit al aardig in de richting. Voorstellen? Lockheed, er gaan geruchten dat er een complot is met de KGB. Ja, feiten moeten we hebben, geen geruchten. Bloemhoven, die kliniek bevordert de seksuele losbandige moraal. Moraliteit, dat is meer iets voor de linkse hakkers van Vrij Nederland. Frank Sinatra gaat weer eens trouwen met een veel jongere vrouw. Kom op, mensen, serieuze onderwerpen. Doen we nog iets met dat gedoogbeleid? Ja, daar zit me goed op. De staatsgreep in Argentinië. Een portret van Fidel als kabinet. Ja, hebben we daar een betrouwbare bron? Ik ken een ambtenaar bij het ministerie van Landbouw. Goed, kijk dat hij wil praten. Jimmy Carter, de pindaboer die het opneemt tegen Gerald Ford. Ja, dat zit een mooi verhaal in. En zit er nog iemand op die levering aan die kerncentrale in Zuid-Afrika? Ja, daar ben ik mee bezig. Oké, okay, heel goed. Kom op, vaarwettigheid. En? Heb je Boas al gebeld? Boas op een lege maag? Dat lijkt me niet verstandig. Zeg die SS'er, als jij mij kunt zeggen welk oog van mij van glas is laten gegaan, zeg Sam meteen uw linkeroog. Zeg die SS'er, hoe weet je dat nou zo gauw? Het kijkt me zo menselijk aan. Ja. Onze beroepsingezonde brievenschrijfster. Koppen dicht, mensen. Alles wat je zegt staat morgen in de krant. Ja, dat heb ik gehoord. Meneer Knoop, ik heb u al 10 keer gebeld. En als Mozes niet naar de berg komt. Heb je dit gelezen? Grote Nederlandse collectioneurs zijn een uitstervend ras. Pieter Menten, multimiljonair, gaat een deel van zijn collectie laten veilen. Die kunst is gestolen. Van Poolse Joden. Hoe weet u dat? Van een journalist uit Tel Aviv. Gaviv Kanaan. Hij werkt bij de Haaretz. Ik geef u zijn nummer. Heeft u Rick van Heffen al gebeld? Dit is zijn artikel. Hij is kunstredacteur. Dit is iets totaal anders. Nee, maar hij heeft dit geschreven. Daar ga ik niet zomaar mee op te lopen. Meneer Knoop, u en ik hebben hier een grote belang. Vindt u? Vindt u van niet. Bellen. Onmiddellijk.
woordje wilt. Masch. Zijn naast je zijn zitten. Masch, zitten. Осторожнее, товарта фуртуна. Поможем ему разом. Хочи? Ja, dat moet in de woonkamer. Okay. In de woonkamer. Oh, is die. Pipi! Bibi, witam w naszym nowym domu. Cześć, wokół piotrze. Jak ty reszłeś? Wkrótce będzie z wyższego demo, nie? Nee, in de woonkamer. Czy odtąd będzie pan tu mieszkać? Nie, nie. Ale latem będziemy tu spędzać dłuższy czas. I kiedy mam ochotę na polowanie, wtedy będziesz chodzić z nami. Prawda? Chętnie, wujku, chętnie. Wil hij misschien iets drinken? Limonade? Vielen dank, vrouw Menten. Hans, wat hoor ik nou? 70% oplagestijging in een jaar. Eerst sterjournalist bij ons en nu sterbladenmaker. Drink je een broodje mee? Nee, dank je. Dat stuk van Rick van afgelopen zaterdag over die kunstveiling. Rick zit in het buitenland. Nee, dat weet ik. Maar die kunst, die schijnt gestolen te zijn. En die Pieter Mente uit dat artikel, die schijnt een oorlogsmisdadiger te zijn. Mente is een bijzonder succesvol ondernemer. Van wie heb je dat? De Harriet de Boas. Dat wijfje dat nog steeds niet doorheeft dat de oorlog al lang voorbij is. Ja, ze is wat merkwaardig, maar ze heeft wel vaak gelijk. Ik ga jij dat even uitzoeken. Een Israëlische journalist van de Haaretz die schijnt te weten waar die kunstverzameling vandaan komt. Hij heeft alle details voor je. Volgens mij zijn de lezers na de drie van Breda een beetje moe van die oorlogsverhalen. Hm? Zeker weten? Hans, bedankt voor de tip. Ik ga erachteraan. Concern over de oplagecijfers. Ze waren zeer onder indruk. Ze wilde per se op je wachten. Kom, eet. We gaan straks de Elsevier nog achterna. Als we die lijn doorzetten, dan krijgen we eigenlijk meer budget. Johan heeft een tekening voor je gemaakt. Lijkt het daarop? Misschien moet hij een groter zwaard. Met een groter budget kunnen we veel meer eigen onderzoek doen. En moet je dan eens opletten. Probeer jezelf niet te veel herhalen. Gebruik synoniemen, maar verder vind ik het een prima stuk. Waar zijn de foto's? Nee, die worden nu ontwikkeld. Oké, perfect. Jongens! Doe dat in de kroeg alsjeblieft en niet hier. Hans? Ik heb de heer Kanaan van de Haaretz televisie voor je aan de lijn. Dringend. Kanaan? Nou, zet maar door. Hans Knop? Mr. Knop, how are you? This is Khalil Kanaan from Haaretz. Mr. Kanaan, I can hardly hear you. Did you get my message from Mrs. Boas? Yes, I did, but it's not really my business. You are a renowned journalist. It's not my story. That's why I gave your number to another journalist. He works at the paper from that article about the auction. Listen, we are talking about a mass murder. Henk de Meester, didn't he call you? Nobody called me. All right. What about the art he wants to sell? You said it was stolen from Jews. Yes, and he killed all the Jews in the villages. What did you say? He killed all the Jews. But have you witnessed that yourself? No, I was in Palestine. But I spoke to witnesses after the war. I sent all their statements to the Dutch government, but they did nothing. But why did those witnesses come to you? Mr. Knop, he killed my family. Listen, I have been chasing this man my whole life. You must help me. This
Wspaniale! Zasłużyliście na sznapsa. A, dobry pomysł. Nie bój się, bo jak Pietro tylko żartuje. No, to na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Izer, czy ten las ma dobre drewno? Bardzo dobre, sam widziałeś. Tylko kawałek? Dobry las. Bardzo dobre drewno i cena też. Co dobry interes. Henk, heb jij die journalist uit Israël nog gesproken? Loop jij mij nou te controleren of zo? Hij belde me vanochtend zelf. Een beetje een warrig verhaal, maar als er ook maar iets van waar is, dan denk ik dat we daar echt achteraan moeten. Nou, nee. Ik ben gisteren bij het Riot langs geweest. Pieter Nicolaas Mente is na de oorlog inderdaad veroordeeld omdat hij in Polen een Duits uniform heeft rondgelopen. Hij zou kunst hebben geroofd en Joden hebben vermoord. Ja, niks over gevonden. Hulpverlening aan de vijand, meer niet. Heeft hij korte straf vooruitgezeten. Ben je getuigenverklaring uit Palestina tegengekomen? Wie zou er destijds door justitie zijn genegeerd? Ik begrijp dat het allemaal een beetje gevoelig voor je ligt. Maar die man is al veroordeeld. Het is een oude man inmiddels. Wist jij trouwens dat het een broer is van Dirk Mente? Oh, die van die waterpolo? Zwemmer. Stond reserve bij het Olympisch team. Waar was mijn collega precies naar op zoek? Hetzelfde als u, maar hij had het na 3 minuten wel bekeken. Een Joodse antiekhandelaar die in 1949 speciaal uit Tel Aviv is gekomen om ten gunste van Mente te getuigen. Hebben jullie iets over Mente's kunstverzameling? Over waar hij vandaan is gekomen? Niet dat ik weet, nee. Mente is een liefhebber van landschappen en de romantiek. Zijn huis hangt er vol mee. Maar boven is er ook nog een sluiter. Ze zijn een magnifieke Isaac Israels. Interessant. En waar komen die vandaan? Uit Nederland. En deze hier ook alles uit Nederland? Waar gaat uw artikel precies over? Over deze collectie. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in de herkomst van het werk. Dan heb ik daar misschien niet het meest adequate antwoord op. Komt u even mee? Meneer Mente kan u vast op alles antwoord geven. Mm. Hij staat de pers graag te woord. Dat lijkt me niet helemaal... Dag, mevrouw Mente. Met Jan-Peter van Gelder. Ah, alles goed met u? Ja, alles uitstekend. Ik heb hier iemand van de pers die uw man graag een paar vragen zou willen stellen. De accent. Dat is een weekblad. Ach, en wanneer wel? Morgenochtend 10 uur. Dat is prima. Dag, mevrouw Mente. Morgenochtend 10 uur kunt u bij de familie terecht. Ze zullen u met open armen ontvangen. Bedankt. Ik heb helemaal niks. Die mensen die nodigen me vriendelijk uit om over de veiling te praten... en dan kom ik met mijn verhalen over diefstal en moord. Stel dat die kanaal totaal bij het verkeerde eind heeft. Stel dat hij gelijk heeft. Het is bibitje voor is limonade. Za pjengne later. I viele takich momentów. I za viele udanich wspólnych interesów. Wypijmy. Wypijmy. Lechaim. Lechaim. Tańczymy.
Benjamin! Borodam twoją najwędniejsza córkę. Jeśli jej mąż nie ma nic przeciwko temu. Mevrouw Menten, ik ben Hans Knoop. Goedemorgen, meneer Knoop. Meneer en mevrouw Menten verwacht u. Komt u verder? Meneer Knoop, komt u verder? Meneer Knoop, welkom. Dit is mijn vrouw Meta. Dag meneer Knoop, heeft u het makkelijk kunnen vinden? Geen probleem. Ja. 460.000 liter water. Dat is het grootste privézwembad van Europa. Maar u kwam voor de kunst, nietwaar? Zou ik u het dan laten zien? Graag. Italiaans spul, begin 18e eeuw. Een kopje koffie. Het is een grote hoeveelheid koekoeks, zoals u ziet. Zowel de oude als de jongere. Ja, inderdaad, ja. Veel Hollandse meesters. Fraaie van Dijk. Nicolas Maas. Ja, nu zie ik waarom u moet verkopen. Hè? Er is nauwelijks plek meer. De collectie die geveild wordt, komt uit mijn huis in Amsterdam. Dat heb ik onlangs verkocht. Ja. Zijn dat ook allemaal Hollandse meesters? Ook moderne werkjes. En veel antiek. En waar haalt u al het fraais vandaan? Kopen. Verkopen. Zo bouw je een collectie op. Zit in de familie. De kunst is me als het ware met de paplepel ingegoten. Komt u verder. En uw broer Dirk? Is die ook kunstverzamelaar? Mijn broer leeft niet meer. Uh,
Waar ik eigenlijk voor kom, en het is waarschijnlijk één groot misverstand, maar er is iemand die u beschuldigt van ernstige zaken. U leek me al niet bepaald een kunstkenner. Zegt de naam Ghavif Kanaan u iets? Nee. Dat is een journalist van een belangrijke Israëlische krant. Hij wil een artikel publiceren waarin hij u beschuldigt van diefstal van kunst en moord op honderden Joden. Hij beweert met nabestaanden gesproken te hebben. En u... U wilt hier nu ook over berichten? Niet zonder meer. Ik wilde graag uw kant van het verhaal horen. Daarom ben ik hier. Dat waardeer ik zeer. Maakt u in ieder geval een goed journalist. Kan ik u misschien nog iets te drinken aanbieden, meneer Knoop? Meta, meneer Knoop vertelt me net dat ik beschuldigd word van de moord op honderden Joden door een journalist uit Israël. Nee, dat moet een vergissing zijn. Mijn man heeft juist ontzettend veel Joden geholpen. De Bolsjewieken hebben me alles afgenomen. Ik ben naar Krakau gevlucht. Dat was toen in handen van de nazi's. Ik probeerde mijn bedrijven te redden en mijn werknemers. Er waren veel Joden die hun bezittingen wilden verkopen voor ze op de vlucht sloegen. Ik heb voor ze bemiddeld, zodat ze hun zaken op een fatsoenlijke manier konden afhandelen. In die chaos. Ja, laat hem die brieven zien, lieverd. Benzinebonnen regelde ik voor ze. Voedselpakketten. Papier, shine, noem maar op. En dat kan ik bewijzen. Want ze hebben me later bedankbrieven gestuurd. Dankzij mij hebben ze die oorlog overleefd. Hier, kent u zelf maar. Iets. U weet wie dat is? Hoef ik u verder niets te vertellen. Tot drie keer toe heb ik hem uit de dodencel weten te redden. Dat je nou uitgerekend door iemand uit Israël van zulke vreselijke dingen wordt beschuldigd. Weet u wat we doen, meneer Knoop? Laat hem naar Nederland komen. Dan zal ik er alles aan doen om dit afschuwelijke misverstand uit de wereld te helpen. Meta, kunt u dat regelen? Ik kan het hem voorleggen. Laten we toosten op de goede afloop. Op uw wijsheid. Het is niet alleen Stieglitz. Hij heeft nog veel meer Joden gered. Ik neem aan dat justitie die brieven heeft gecontroleerd. Kijk, pap, ik heb een monster gemaakt. En hij knipperde niet eens met zijn ogen toen ik over die beschuldigingen begon. Kijk, dit zijn zijn ogen. Joram, ik praat even met je moeder. Hij bleef heel vriendelijk en beloofde alle medewerking om dit misverstand uit de wereld te helpen. Lisette! Hij klonk inderdaad heel aardig. Wat? Net voor je binnenkwam had ik hem aan de telefoon. Hij vroeg of we morgen zin hadden om met de kinderen een duik in zijn zwembad te komen nemen. Echt waar? Hij had jou voor lekker te zien staan kijken, zei hij. Knoop? Ja, meneer Knoop. Ik vergat u nog te zeggen dat als u met Israël belt, dat u die journalist dan kunt zeggen dat de vliegreizen en het hotel en alle verdere onkosten geheel voor mijn rekening zijn. Ik zal het zeggen. Eerste klas ticket en het beste hotel. Ja. En heeft u al met uw vrouw gesproken? Of we komen zwemmen, bedoelt u? Dat is bijzonder vriendelijk, maar helaas niet mogelijk. We gaan morgen op familiebezoek. Oh, nou, een andere keer bent u altijd welkom. En mijn vrouw is dol op kleine kinderen, hè? Dat is fijn om te horen. Prettig weekend. En meneer Knoop, laat u het me nog even weten als u met die journalist gebeld hebt? Zeker, dat zal ik doen. Dag meneer Mente. Dag meneer Knoop. Waar is dat monster? Hier, kom maar eens even hier. We zullen weer opeten. Een lekker monster eten.
oorlogsplichter. En nu? Weg uit het rathol. Dat is niet van me af. Ik laat me niet blazen. Nooit. Hans, ik heb meer menten voor je aan de lijn. Ik neem hem hier wel. Meneer Mente, vervelend nieuws voor u. Gavief Kanaan gaat helaas niet op uw invitatie in. Hij zegt dat hij pas naar Nederland wil komen als u voor de rechter staat. Ja, maar zo kan ik me toch niet verdedigen. Dit is een gevecht tegen schimmen. Bent u ook van plan om deze lasten te publiceren? U lijkt me toch een verstandig mens. Dat spreek ik niet tegen. Als ik u nou eens 25.000 gulden aanbied. Dan hoeft verder helemaal niemand iets over te weten. Geen denken aan, meneer Mente. Als ik een oorlogsmisdadiger was, dan zou dat toch allang bekend zijn. Belt u anders met die Simon Wiesenthal Stichting. Wedden dat ze daar nog nooit van mij gehoord hebben. U zult daar helemaal niets over mij vinden. Helemaal niets. Houdt u daar alvast maar rekening mee. Dit kan iets heel groots worden. Bel jij het Wiesenthal Centrum? Hans Knoop? Ja, met René. Sorry, wie? René Kok, van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Ik heb nieuws. Over de herkomst van de kunst heb ik helaas niets kunnen vinden. Wat is dit dan allemaal? Na zijn veroordeling in 1949 heeft Pieter Mente zelf een groot aantal rechtszaken aangespannen. Tegen wie? Tegen de Nederlandse staat, tegen Duitsland. Tijdens en na de oorlog zouden ze kunst van hem gestolen hebben. En hij heeft miljoenen geëist. En gekregen? Van Duitsland bijna 1 miljoen gulden en van Nederland ruim 6 ton. Roeling? Raadsheer Commissaris Roeling. Dat is de man die het gerechtelijk vooronderzoek tegen Pieter Mente deed. En hij werd beschuldigd door Mente van schilderijendiefstal en valsheid in geschriften. Bravo, Hans. In 1943 kwam Mente dwars door Nazi-Duitsland met een trein naar Nederland. Liefst 4 wagonladingen vol met kunst en antiek liet hij afleveren bij het huis van zijn familie in Aardenhout. Volgens een van mijn bronnen heeft de heer Mente oorlogsmisdaden gepleegd en zelf die kunst gestolen. Wist u dat toen? Er was een uitleveringsverzoek vanuit Polen. Maar wij zaten midden in de Koude Oorlog, dus daar is niets meer gedaan. Maar ik wist dat hij in Polen zeer goed bevriend was met de SS'er Eberhard Schöngardt, die in 1943 bevelhebber van de Sicherheitsdienst in Nederland werd. Heeft u dat zwart op wit? De meeste dossiers liggen in een kluis in Den Haag en mogen pas de volgende eeuw worden geopend. Maar als die man een massamoordenaar is, dan moet hij daarvoor worden berecht. En daar gaat u voor zorgen, met dat weekblad van u. Mijn taak is om de lezer te informeren. De vervolging van Mente is aan justitie. Meneer Knoop, Mente heeft onmetelijk veel geld en procedeert je gewoon helemaal kapot. Nadat hij was veroordeeld, ben ik door zijn advocaten blootgesteld aan een waanzinnige hoeveelheid verdachtmakingen. Niet alleen die schilderijen diefstal, nee, ook de processen verbaal zouden door mij zijn vervalst. Noem maar op. Maar u bent toch gerehabiliteerd? Ja, maar mijn carrière was voorgoed voorbij, meneer Knoop. Heeft u dat ervoor over? Rustig, rustig. Hier, kijk eens. Bal. Van. Wie weet zou u het bij oud-commissaris Piet van Apeldoorn kunnen proberen. Die heeft die Schöngardt in dat tijd zelf nog gehoord. En is ook valselijk beschuldigd door Pieter Mente. Heeft u zijn telefoonnummer? Nou, daar heeft u weinig aan. Maar ik weet waar die zit. Komt u morgen terug.
Heel erg bedankt. Nou, dat valt nog te bezien. Hans, er is bezoek voor je. Je komt hier samen vast wel uit. Dementen? Lang niet slecht wat u allemaal publiceert. Hoe staat het ermee? Heeft u dat Wiesenthal Centrum al gesproken? Ja, op zich goed nieuws voor u. U bent er inderdaad volkomen onbekend. Ik heb het u gezegd. Dus dat zal ik zeker in mijn artikel vermelden. Dus u publiceert toch? Het wordt een objectief artikel. Wat koop ik daarvoor? Dit kunt u niet maken. Dit is je reinste karaktermoord. Meneer Mente, ik heb inmiddels ook Nederlandse bronnen. Waarom al die leugens publiceren? Welk doel is hiermee gemoeid? Ik weet het goed gemaakt. U stopt met deze lastercampagne en ik maak 50.000 gulden over aan dat Wiesenthal-fonds. Ik sta aan uw kant, meneer Knoop. Het spijt me, maar daar kan ik echt niet op ingaan. Dat zal u zeker spijten, meneer Knoop. Goedemiddag. Dag. Wat de schatjes. Hallo. Hoe heet jij? Oh. Lisette. En ik Joram. Oh, dag Joram. Krijg ik ook een handje van jou, Lisette? U bent mevrouw Knoop? Ja, Betty Knoop. Meta Mente. Mevrouw van Pieter Mente. Waar zijn die koekjes dan? Die liggen onderop, lieverd. Dat gaan we zo doen. Ik heb gehoord dat uw echtgenoot hele onaardige dingen over mijn man wil gaan publiceren. Ik heb geen idee. Ze vindt. Mag ik dan een koekje? Ja, straks. Zou u mij een plezier willen doen? Praat het hem uit zijn hoofd. Want alleen maar narigheid van, er zit niemand op te wachten. Fijne middag nog. Piet. Frans. Mag ik je even voorstellen, dit is de heer Hans Knoop. Hij is hoofdredacteur van de Accent en schrijft een artikel over Pieter Mente. Ik begin er niet aan. Hij kent Mente niet. Zeg jij er wat van? Als we nog iets tegen hem willen ondernemen, dan moeten we het nu doen. En meneer Knoop lijkt mij vastbesloten. Koffie op. En er is nog werk te doen. Piet heeft Bente en zijn toenmalige vrouw Elisabeth in 1945 gearresteerd. Ja, toch? Ik was commandant van de binnenlandse strijdkrachten. Iedereen die verdacht werd van collaboratie pakte op. En daar hoorde Mente ook bij.
In zijn huis in Aardenhout kreeg hij regelmatig bezoek van de SS-brigade Führer Schöngard. En wat was dat voor een man, die Schöngard? Een beroepsmoordenaar. Vlak voordat hij door de Engelsen werd opgehangen, was hij gedetineerd in Amsterdam. Niet te blijven, meneer Knoop, anders hou ik geen tomaat meer over. Ik heb hem daar opgezocht en liet hem een paar foto's zien van Mente in SS-uniform. En hij zegt, dat is toch dat Pieter Mente? Wie keer te zien. Hoe kwam u aan die foto's? Gevonden. Waar precies? In het huis van Mente. Maar dan hebt u daar vast ook andere interessante dingen gevonden. Bewijs is dat. Dat hij collaboreerde met de nazi's. Handgeschreven brieven. Een nazi-kopstukken in het Duits. Ondertekend met Heil Hitler. Ik heb alles overgedragen aan justitie. Zijn die ter inzage? Ja, maar dat kan pas in de volgende eeuw. Volgens de wet. Ik had al gauw in de gaten dat we de strijd tegen Mente en zijn kliek niet zouden winnen. Dus op eigen initiatief heb ik het hele dossier laten kopiëren. Hebt u die nog, die kopieën? Die heb ik begraven in een waterdichte kist. Zou ik dat materiaal kunnen zien? Wat wilt u daarmee? Mente opnieuw voor het gerecht krijgen. Dan zult u me eerst moeten bewijzen dat u dat meent. Het was dringend, zei Saskia. Ik krijg verontrustende telefoontjes van de holding. Meneer Mente schijnt zich nogal kwaad te maken. Ik vind steeds meer aanwijzingen die het verhaal van Ghafif Kanaan bevestigen. Dit moeten we tot op de bodem uitzoeken. Je laat je te veel meeslepen door emoties. Als Jood zou je dit soort dingen niet moeten aanpakken. Ik pak dit aan als journalist. Een echte. En niet zo eentje die het bij een bezoek aan het Riot na 3 minuten wel heeft bekeken en liever in de kroeg gaat zitten. Dat neem jij terug. Absoluut niet. Heren, zo is wel genoeg. Hans heeft gelijk. Dit moet worden uitgezocht. Maar je kunt pas publiceren als je absoluut zeker bent van je zaak. Een oude entrepreneur valselijk beschuldigen dat we nog zo diep moeten zinken. Hans. Ik dek je, maar verkloot het niet. Bijvoorbeeld 1000 jongens en 400 meisjes elk jaar dood als gevolg van een ongeval. Drastisch omlaag kunnen gaan. Niet lekker? Oh nee, dit is heerlijk. Drastisch hoop ik in de toekomst. Maar door meer aandacht aan te geven, kunnen we die zeker. Ik weet gewoon niet of we dat verhaal van Kanaan wel moeten publiceren. Stel dat we die beschuldigingen niet hard kunnen maken. Dan weten de mensen in ieder geval wat voor man het is. Mente heeft tijdens zijn leven een spoor van vernielingen achtergelaten. Iedereen die zich tegen hem keert wordt kapot geprocedeerd. Ik heb zijn vrouw ontmoet vanmiddag. Stond hier voor de deur. Ze vroeg of ik dat artikel uit je hoofd wilde praten voordat er nare dingen zouden gaan gebeuren. Dat is toch niet normaal? Een artikel in de Telegraaf. Over de Blaricumse kunstcollectioneur Pieter Menten. Sloeg op de redactie van het Israëlische dagblad Haaretz in als een bom. Pieter, hij heeft het toch geflikt. Hier, massamoorden, hoe durft hij? Kleine Mishka's. Ja, dit is Metament en ik wil heel graag Hans Knoop spreken met de zeer dringend. Oh, nou, dan vertelt u meneer Knoop maar wat hij met dit artikel heeft gedaan. Hij heeft Jezus voor de 2e keer aan het kruis genageld en laat hem daar maar eens goed over nadenken. Zo. Die weet niet waar hij aan begonnen is. Je hebt gelezen. En?
Processen verbaal. Correspondentie van met dezelf. Verslagen van verhoor. Is dit hem ook? Nee, dat is Dirk Ment. Die is inmiddels overleden, nietwaar? Oh? Ja? Huh? Hier, de foto's van Ment in SS-uniform. Philip Leibowitz. Maria, stop je. Stop je. De hele waarheid moet boven tafel. En vanaf nu wil ik elke week een artikel over mensen. Hier gaan ze spijt van krijgen. Als we hem nu aanhouden, dan huurt hij een paar dure advocaten in. Is hij zo weer vrij? Ik heb hier een meneer aan de lijn die beweert te weten waar Dirk Mente is. Oh, Elisabeth, maken we een foto. Dirk, kom er even bij. Wat komt u doen? Ik praat niet over mijn broer. We spreken over feiten die meer dan 30 jaar geleden zijn gepleegd. Dus jullie laten hem lopen?